Oké, ik heb mijn gsm mee. Ik heb ook een gsm-houder mee. We gaan vandaag ook weer wandelen in Lommel vandaag. En waar juist, dat gaan we nog wel zien. Maar we gaan eerst op naar Attecorner toe. Yo, tot zijn we allemaal. Yo. Yo mensen, we zijn hier aangekomen bij Vijver Herstel. Het is gewoon Loser Heide dat we zijn aangekomen. Deze wandelingen hebben we ook nog eens gedaan. En dat is heel mooi, ook tijdens de winter. En dit is een kilometer wandeling van... Oftewel 3,3 kilometer, oftewel 7,6 kilometer. We gaan de 7,6 kilometer nemen. Is dat voor, echt voor te lopen? Zie je het wel? Ja, natuurlijk. Ja. We mogen ook voor het wandelen nemen. Best bezoekers, de dijk langs de grote vijver wordt. Ja, wel rood dingen liggen. Er is toch geen rust in. Ah, oh, wacht hier aan. Zeven. Ja. Ook zeven, voilà. Dat is de grote. Ja. Dat is van u. Stik dat. Oh jong, ik ben nog rijker dan ik denk. Schat. Ik ben aan deze zak waar mijn hand nu in zit. Holy shit. Allee, we gaan zelfs nog eens lekker ergens op een restaurant. Hé schat. Zij vindt echt veel geld in deze zak. We gaan te hoeveel kilometer? 7 kilometer wandelen doen. De rode is... Ja. En Otteke, ik denk niet dat je nog parkeerplaats gaat vinden. Nee. Terugkeren. En jij had een gsm? Dit is mijn sigaretten en neus. Oké. De rode pijl. De rode pijl. Oftewel kunnen we rechtdoor, oftewel hieraf. En ik zal hier afnemen. Die hebben we vorige keer ook zo genomen. Ja. Dus ik zal zeggen, geniet maar weer van de loserheden.
Weer aan moeten inkorten, want het begon weer al goed te regenen. Ik ben nu, je ziet het, heel alleen. Niemand is nog bij mij. Waarom niet? Iedereen zit te wachten op een bankje, dus Bea en Chris op mij, want ik ben de wagen aan het halen. En dan moet ik hier nu nog, ja, hier mogen geen pompjes, dat is een half toer. Dan ga ik hier langs eraf. Normaal gezien moet dat lukken. Ja, dat lukt, dus dan gaan we dat ook doen. Want de vorige keer was ik daar ingewandeld, toen ik de route heb moeten inkorten. Opgelet, gladde brug. Oké, dan zal ik maar opletten. Hè. Het staat aan beide kanten, dus dan zal het wel waar zijn. We hebben toch al redelijk wat kilometers al gewandeld. En ik zie het bosje van 50 km per uur al. En dan iets verder is de parking. Waar ik hun dan kan gaan ophalen. En dan heb ik hier bijvoorbeeld, voor toch goed door te kunnen wandelen, wat lekkere drinkjes bij. Dus ik kan het nog eens goed drinken. En terwijl blijft het maar regenen. Bij deze. Kijk jullie later nu. Ik ben bijna aan de auto. En dan hun opgenomen aan de brug. Yo, tot ziens. Kijk eens, dan welkom op de laatste fragment. Ik heb vandaag niet echt veel gefilmd. We zijn wel gaan wandelen. Dat is wel weer een positief. En Chris is ook nog geweest. Ik heb dus afscheid genomen, dus van Chris en ook misschien Bea. Waarom heb ik afscheid genomen van Chris? Ja, we mogen voorlopig door de coronamaatregelen even al kan hem hier al niet zien. Vanaf maandag. Dus denk er ook aan, vanaf maandag gaat ook de nachtklok in. Dus van 12 uur s'nachts tot 5 uur s'morgens mocht ik u niet begeven op de, ja, op de weg. Mocht je niet buiten begeven. Als je dat wel doet, kun je echt heel zware boetes ontvangen. Dus doe het alsjeblieft niet. Dus de nachtklok gaat dus dan in van 12 uur 's nachts tot 5 uur 's morgens. Dus bij deze, dus let er ook op. Dus ook de bubbel wordt heel drastisch veranderd. Dus zo mocht je nog maar één nauwelijks persoonlijk contact hebben. En dan nog 3 erbuiten. Dus ja, ik kies sowieso voor Bea. Boven mijn ouders. Omhoog van, wij voelen elkaar er heel goed aan. Maar als het dan ook nog mag van de begeleiding van haar, dan... ja, dan blijven we elkander wel zien. Daar ben ik wel dan blij om. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Dus dat we elkander mogen blijven zien. Zo niet. Ja. Het gaat een heel harde maand worden. Het gaat echt dan heel moeilijk worden ook voor mij. Ik weet eigenlijk niet wat ik dan ga doen. Nee. Dan weet ik niet wat ik echt ga doen.
mis echt dan. Ik mis al echt iedereen. Like, Chris mis ik, Bea mis ik. Ja, dan ga ik ook mijn ouders missen. Ik mis Moeke dan. Noem maar op. Het gaat een hele harde tijden worden hoor, maandag. Dan nog iets. Dan gaat ook nog iets veranderen bij Sakutv. Ik ga iets heel nieuws proberen. En dat is dus een livestream opstarten van meer dan 400 uur. Dus een livestream die meer dan 400 uur gaat duren met allemaal copyright-free music. Gewoon van, er staan redelijk wat playlisten online op mijn website van muziek en al, dus dan kan ik ook niet achterblijven voor daar een livestream ook van te maken. Maar dan allemaal met freeware copyright music. En die gaat dan ook weer al integraal te downloaden vallen in freeware copyright music pack van letterlijke gigabytes groot. Waar ik die dan ga op downloaden zetten, dat weet ik dan nog niet. Dus een website wat redelijk veel aan kan. Want ik denk dat het toch wel letterlijke gigabytes zijn voor te uploaden. En dan dat ook op de downloaden te zetten. Dus dat moet een website zijn die ook genoeg webspace heeft. En ja, noem maar op. Dan moet ik ook nog gaan achterzoeken of wel dat ik dat in delen ga opsplitsen. Dus dat moet ik nog allemaal gaan bezien. Bij deze, dus ik ben er nog allemaal zo wat aan het uitdokteren. Maar er komt sowieso een livestream aan van meer dan 400 uur ofwel permanent. Bij deze ga ik jullie ook laten. Ik ben bijna terug thuis bij mijn appartementje. Ik zie jullie dan allemaal morgen terug. Met meer nieuws ook hoe het staat nu ook in mijn wijk en al. Want ik heb zelfs gehoord dat Kristal Alken gesloten blijft 3 weken lang. Ik heb zelfs ook geen telefoontje gehad van Bewel uit. Dat ze zeggen van ja, wij sluiten de deuren ook. Daar heb ik niks gehoord. Als ik daar nu als koeken 7 ga staan, dan ben ik wel boos. Dan geef ik wel Bewel wel een sanctie hoor. Want ze moet mij ook wel een klein beetje op de hoogte houden. Ik weet wat de maatregelen en al zijn. Waar voor mij ook voor bedrijf, naar het bedrijf toe als oplossing is. Dus ik denk ook maar mee naar oplossingen voor dat corona gedoe. Dat is dus de bedrijven op half kracht te laten werken. Dus ene week bijvoorbeeld de helft van het team. En dus een ganse team die normaal aan het werk is in 2 splitsen. De ene week die helft, de andere week de andere helft. De ene week die helft weer, de andere helft. Die week weer al. Zo dan dag eens keer wisselen. Dat je ook constant dezelfde bubbel hebt. Dan ook niet te veel verschillende contacten hebben op het werk. Dus probeer dat ook te vermijden. Als je een nauwelijks contact gaat hebben of een gesprek gaat hebben, doe het dan ook met mondmasker. Dat ga ik dus ook doen. Ik hou permanent mijn mondmasker aan. Wat je ook moet doen is regelmatig uw handen wassen. Doe dat ook. Dus voorkom het verspreiding van corona. En ik ga het opnieuw hameren. Ik heb het nog niet in de beschrijving eens neergezet van die corona alert.
Dus download die app Corona Alert en gebruik die ook. Zo zet je dan ook in één keer een contact tracer. Dus als jij in contact komt met iemand, een besmette persoon, die applicatie waarschuwt u dan ook. Hè. En dan zegt die applicatie ook wat je moet doen en al bij deze. Dus download het alstublieft en red levens bij deze. Ja, dus het kan zijn dat jullie Bea dus nu een maand niet meer gaan zien in mijn vlogs. Sowieso al niet Chris. Chris is meer dan een maand nu eruit omwille van de coronamaatregelen. Ik zie dat ook de zwarte zakken buiten moeten gezet worden. Dat ga ik dan ook morgen doen. Dan ga ik als de biet al klaarzetten. Dat ik dat zeker niet vergeet. Bij deze. Dus ik ga jullie nu laten. Ik ben terug thuis aangekomen. Ik heb dus echt... Als ik Bea niet mag zien, hè, oh, dan ga ik flippen. Dan ga ik echt flippen. Dan weet ik niet wat ik ga doen. Nee, dan stort mijn wereld in. Echt waar. Ik geef dat eerlijk toe. Als ik Bea niet meer mag zien, nee, dan stort echt, maar ook echt letterlijk figuurlijk, mijn wereld in als een bom. Want dat is dan weer al een druk op onze relatie. Weer al een goede uitoefening van onze relatie. Ja. En hopelijk overleven we dat ook weer al, hè. Ik heb mijn schat. En ook natuurlijk de goede vriendschap van Chris. Probeer altijd leuke en positieve vlogs af te leveren op YouTube. Maar deze tijd, oh my god, is een hele harde tijd. Ik weet niet wat ik moet doen. Nog in het geniep dan afspreken bij Bea. Of alweer al zo op het koertje. Maar ja, dat gaat weer ook koud zijn nu de tijden van deze jaar. Want nu is het 23:03 en het is 9,5 graden. 9,5 graden. Bij deze. Ik ga jullie laten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je dat te horen wanneer er een nieuwe video online komt. En abonneren, dat is integraal volledig gratis. Maak gewoon een account op YouTube of via Gmail. Want Gmail is ook gebonden aan YouTube. En dat is integraal volledig gratis. En dan kun je abonneren op mijn kanaal voor niks meer te missen. En dan, ja, als je liked, jawel, daar ben ik ook 100% jullie heel veel dankbaar voor. Zo verspreid je ook weer op mijn video en ook weer op meer kijkuren voor mij. Want, ja, ik ga kijken hoe ik het ga opvangen met mijn kijkuren. Dat ik ook weer een hele leuke inkomsten heb. Om, jawel, ik wil dan via die inkomsten van YouTube, dat wil ik u wel echt garanderen, als ik echt begin geld te verdienen via YouTube... Ik dat echt niet in mijn eigen zak, wil ik ook eigen t-shirten en al gaan verkopen. Dat wil ik dan. Want het ligt nog altijd stil, omwille van dat ik het budget niet heb. En dan komt er wel een budget vrij en binnen.
Waar ik dan ook meer al kan gebruiken voor Cycle TV verder uit te bouwen. Maar ja, YouTube moet ook wel meewerken, hè, bij deze. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal morgen fris en wel terug. En één ding, stay safe. Echt waar, download de Corona Alert app. En probeer ook nu met zo weinig mogelijk mensen in contact te komen. Dat doen wij ook. Ik, Chris, Bea. Want we zijn ook vandaag weer gaan wandelen. En daar hebben we eigenlijk praktisch bijna niemand tegengekomen. Dus omhoog van, wij pakken dat lange afstandsroutes. Lange afstandswandelingen. En dan kom je het minste volk tegen. Ik kom wel eens af en toe volk tegen, maar dan passeren we rug via rug. Dan vraag ik dat ook aan hen. Zij dat al pakken vooraan. Ja, gelieve met ons te passeren via rug naar rug kant. Dankjewel. Zo roep ik dat dan. En dan gebeurt dat ook 9 op de 10 keren. En dan ben ik ook wel blij omdat de mensen daar ook meer mee bezig zijn. Dankjewel. Bij deze ga ik nu wel de vlog echt afsluiten. Tot morgen. Daar is echt ook veel licht. Ziet je het niet? Daar. Strange. Tot morgen. You.